Weekoverzicht van 10 tot en met 14 maart. Maandag 10 maart ging de Week van het Geld van start. Niemand minder dan koningin Maxima kwam naar Beeld en Geluid om de week te openen. Tot en met vrijdag 14 maart zullen er in het land allerlei activiteiten plaatsvinden om kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar te leren omgaan met geld. Donderdag 6 maart. Het Raadhuis van Hilversum is het toneel van de sportverkiezing 2013. Met dit keer 7 categorieën. Geen eenvoudige klus voor de jury in zo'n talentvolle gemeente. Het wordt een avond waarop veel prijzen worden uitgereikt. En waarin dus nog meer nominaties zijn. Ik zeg dat er even bij. Iedereen die genomineerd is, is eigenlijk winnaar. Maar ja, als je in een categorie zit met 2 of 3 kandidaten, 2 of 3 concurrenten, dan kan er maar 1 winnen. Dus wees niet te erg teleurgesteld als je niet wint, want er kan er maar 1 per categorie winnen. We hebben jeugdploegen, we hebben seniorenploegen, we hebben talenten, we hebben mannen, vrouwen, special sporters. We hebben echt van alles vanavond. Het wordt een hartstikke leuke avond. We gaan proberen om er wel een beetje de gang in te houden. Goed idee, laten we meteen beginnen. Genomineerden, aanstaande kampioenen, ouders, broers, zussen, grootouders, vrienden. Volgens mij is iedereen vanavond gekomen. Inderdaad, we hebben nog nooit zo'n volle bak hier gehad. Fantastisch. Welkom. Vandaag huldigen wij de sportkampioenen van 2013. En ik zie al wat bekende gezichten, maar ook heel veel nieuwe gezichten. Welkom allemaal, het is heel spannend. Ik weet ook niet wie er vanavond gaat winnen. De jury heeft dat ook voor mij geheim gehouden, dus ik ben ook heel erg benieuwd. Maar een goede jury, dus ik ben ervan overtuigd dat zij goede keuzes hebben gemaakt vanavond. Wie hebben wij allemaal als winnaars? Het sporttalent tot en met 17 jaar, meest talentvolle sportploeg, sportvrouw, sportman en sportploeg van 2013. En dit jaar voor de 2e keer special sporter van Hilversum. Daar hoort u later meer over hoe dat in elkaar zit. Genomineerden van heel veel verschillende sporten. Van karate tot skiën, van handbal tot tafeltennis. En jullie hebben het al gezien. Daar mogen we ook nog een leuke demonstratie straks van zien van de tafeltennis. Kortom, een grote verscheidenheid aan sporters vanavond. Dat laat ook zien dat er ontzettend veel aan sport wordt gedaan in Hilversum. En wat heel belangrijk is, vanavond kijken we ook wie sportvrijwilliger van het jaar 2013 gaat worden. Jullie zijn eigenlijk ook de sportambassadeurs voor Hilversum. En daar zijn we trots op. En daarom willen we jullie ook vandaag huldigen. Nou, volgens mij ook een heel mooi moment, hè, zo tussen de Olympische Winterspelen en de Paralympische Spelen. Om onze eigen kampioenen hier te eren. Maar hoe word je nou eigenlijk kampioen? Nou, vaak door heel veel talent. Maar ook door bloed, zweet en tranen, door ontzettend veel te trainen. Sportkampioen worden, dat doe je niet in je eentje. Daar heb je ook je omgeving voor nodig. Dus vanavond eren we ook, zeg maar, jullie omgeving en iedereen die die sportkampioen ook ondersteunt. We hebben de jury. Jan-Willem Hogendoorn, Cors Westerdijk en voorzitter Jacques van Rooyen. En beste sporters, als de jury dit jaar niet voor jullie heeft gekozen, blijf sporten, blijf goed presteren. Misschien dan tot volgend jaar als sportkampioen van 2014. Ik wens jullie allemaal een hele plezierige avond. Dank jullie wel. We gaan beginnen met de categorie Special Sporters. En daarvoor hebben we eigenlijk 2 nominaties. Ik weet niet of u weet wat Special Sporters zijn. Dat zijn mensen met een lichte verstandelijke beperking, maar die sporten toch wel heel veel en heel vaak en die komen vaak ook tot fantastische prestaties. De eerste die genomineerd is, dat is een wielrenster die al vaker hier op het podium heeft gestaan. En ik wil een hartelijk applaus voor Vivian Gene. De tweede die genomineerd is, dat is een skier. Een skidiscipline Super G, reuzenslalom en slalom. En heeft meegedaan aan de Special Olympic World Winter Games in Korea. Dat is Mick Glas. Ook een medaille en meteen bloemen. En Mick komt ook op het podium. De winnaar van de Special Sporter 2013
is geworden. Mick Glas. Nou, ik heb een jaar geleden ongeveer meegedaan aan een soort Olympische Spelen, maar dan voor mensen met een lichte beperking, Special Olympics. Heb ik 3 zilveren plakken gewonnen. Ik heb hier bijvoorbeeld eentje die ik gewonnen heb. En thuis liggen de andere 2. Het is een heel goed jaar voor jou. Ja, ja. En die wedstrijd waarin Korea ook nog is. Het is wel heel bijzonder dat je zo ver bent gekomen. Ja. Wat doe je eraan? Ik ben het natuurtalent, zeggen de trainers. En trainen. Ja. Eigenlijk is deze prijs natuurlijk ontzettend belangrijk voor de sport. Omdat, wat kan een sportvereniging eigenlijk zonder vrijwilligers? Denkt u daar maar eens goed over na, want dat gaat niet. Elke sportvereniging draait bijna alleen maar op vrijwilligers. En af en toe misschien een betaalde trainer. Maar het gros van het werk wordt gewoon gedaan elke dag weer door die vrijwilliger die er elke dag weer klaar staat. De eerste is iemand die al jarenlang actief is, meer dan 25 jaar, in de tafeltennisvereniging Hilversum. Hij is jeugdtrainer, hij is coach, hij zit in het jeugdbestuur. Hij promoot de tafeltennissport bij basisscholen. Eugène Staphorst. Hij is actief bij de Goosse Atletiek Club. Hij is niet alleen materiaalbeheerder, hij is ook voorzitter geweest van de Arena Games. Hij is jurylid. En het is Ashwin Jegers. De derde genomineerde noem ik wel, hij is er helaas niet, maar heeft wel voor gezorgd dat Zebra's en Bloemenkwartier 1 vereniging werden, René Jacobs. En dan hebben we een dame die heel fanatiek aan het tennissen is geslagen en in die tennisvereniging ook allerlei functies in het bestuur, als vrijwilliger. Eerst bij OSO en later bij de Tulip Tennisvereniging Hilversum, Kirsten Nieboer. Hij is scheidsrechter, hij is wedstrijdsecretaris, hij is coördinator, hij is coach, trainer, wat is hij eigenlijk niet? Veldconsul. En het is Frits Budding van de Algemene Sportclub Hurricanes. De sportvrijwilliger 2013 is geworden Eugène Staphorst. Leg eens uit waarom je dat doet. Nou, het spelletje is natuurlijk in de eerste plaats fantastisch. Tafeltennis. En bij onze vereniging wordt het beoefend door kinderen van 4 tot 89. En daarnaast is het ook een hele inspirerende omgeving om bij de tafeltennisvereniging Hilversum te kunnen zijn. We zijn vorige week nog uitgeroepen door de NTTB weer tot de grootste vereniging van Nederland. Dus... Oh, applaus! De grootste club van Nederland. Sporttalent van het jaar. Wat is, deze categorie hebben we nog niet zo heel lang. Het is zo dat we eigenlijk steeds meer nominaties kregen en opgaves kregen van verenigingen. Toch van... redelijk jonge mensen die al heel veel presteerden in de sport. En toen hebben we besloten om ook het sporttalent van het jaar uit te gaan roepen. En daarvoor is genomineerd. Die wilden we eerst ook een demonstratie laten doen. Maar ja, hij doet aan polsstok hoogspringen. Dat leek ons toch een beetje moeilijk hier. En hij springt over 4,5 meter. Dus dan moesten we ook het plafond weghalen. Dat was weer niet zo handig. Maar in ieder geval, hij is volgens mij Nederlands kampioen geworden. Ja, wie gaat dat doen? Ramon Monte. Ramon. Goed, we gaan maar meteen door. U heeft haar al zien demonstreren hier, het tafeltennis. Zij behoort tot de Nederlandse top. Ted zal zo direct gaan vragen wat ze nou precies allemaal bereikt heeft in 2013, want dat is een heleboel. Helene Hop.
En als laatste is karate kampioen, Europees kampioen geworden, Tara Nedjat. Het sporttalent 2013 voor Hilversum is Raymond Monte. Ramon. Was jij verrast dat je de prijs kreeg? Nee, maar ik was ook niet echt verrast geweest als ik hem niet had gewonnen. Dus zoals ja. Alles had gekund. Waarom heb jij precies, denk je, de prijs gekregen? Wat, naar aanleiding van welke prestaties? Ja, van mijn NK-prestaties. Ik ben nu, nu onderhand in met 2014 erbij, nu 3 keer Nederlands kampioen achter elkaar. Nou ja, dat is toch best wel mooi, vind ik. Dat is wel heel bijzonder, hè? De 3 keer achter elkaar. Is de concurrentie matig? Ben jij zo goed? Dat verschilt heel erg. Ik was bijvoorbeeld vorig jaar indoor was ik zeker de beste. Outdoor, nou, dat weet ik niet. Maar ja, niet iedereen presteert altijd op zijn hoogste niveau. Dus ja, je moet het op het NK laten zien. We gaan over naar de categorie talentvolle sportploeg van 2013. Allereerst een damesploeg die al heel lang met elkaar speelt. Eigenlijk opgeleid zijn door de vereniging zelf. Die hun opleiding gewoon door de trainers en de vrijwilligers van die vereniging hebben gehad. Het B1 damesteam handbal. Dan gaan we weer naar de tweede nominatie. En de tweede nominatie is een ploeg van 16 tot 18 jaar. Zijn Nederlands kampioen geworden in hun categorie van de rugbyclub Hilversum. Ja. Ja, en dan moet er nog een ploeg bij. Godzijdank is dat geen elftal. Het zijn wel jongens die ontzettend hard kunnen roeien. En die hebben ook een aantal prijzen gewonnen van nationaal kampioen in het dubbel. En in de dubbel 4 van de HRV Cornelis Tromp, roeivereniging. Oké. Okay. Ja, ik begrijp dat u een voorkeur heeft van een bepaalde ploeg. Maar ik hoop dat u gelijk krijgt, dat weet ik niet. Dat gaan we zien. Ze kijken natuurlijk naar mee over mijn schouder. Dus ik moet het heel voorzichtig doen. Maar de meest talentvolle sportploeg van Hilversum 2013 is geworden het eerste juniorenteam van de Hilversumse Roeivereniging. Het lijkt wel alsof jullie er speciaal voor gekleed zijn om zo'n prijs in ontvangst te nemen, lijkt het. Ja, we moesten in Engeland meedoen aan een wedstrijd. En daar werd wel een beetje geacht dat we wat netter gekleed kwamen. Ze hebben allemaal dezelfde jasjes gekocht. Dus vandaar. Staat goed. Dank je. Had je deze prijs ook verwacht? Ja, het was wel een uitzonderlijk goed jaar. Dus ik vond eigenlijk wel dat we moesten verdienen. Niet negatief naar die andere ploegen toe. Maar ja, wel gehoopt in ieder geval. Nou, dat krijg je altijd. Er is kan er maar één tenslotte zover komen. Ja, inderdaad. En terecht voor jullie. Wat staat er dit jaar op stapel? Hebben jullie nu al prijzen gewonnen? Nu nog niet, maar het roeiseizoen moet er nog echt beginnen eigenlijk. Als het weer wat lekkerder weer wordt, dan komen de echte wedstrijden weer. Dus ik hoop dat er nog weer wat gaat worden dit jaar, ja. We gaan nu, Jacques, naar de sportvrouw van het jaar. Ga je gang. Absoluut. Allereerst een dame die een wereldrecord heeft gesprongen. Die wereldkampioen is. Die Europees kampioen is. En die ook nog eens een keer Nederlands kampioen is. En zij sprong met haar polstok, ik dacht 3, maar dat moet ze zelf maar vertellen. Brigitte van der Kamp. We hebben hier ook een dame in de zaal, die kan ontzettend hard lopen. Op de 1500 meter, op deze afstand is zij
Nederlands kampioen geworden. Mirjam Koersen. En als laatste een dame die niet een alledaagse sport doet. En die we misschien ook niet elke dag op de tv zien. Maar desalniettemin niet minder makkelijk of minder moeilijk is. Handboogschieten hebben we het over. Irene, ik moet even kijken hoor, met mijn bril. Markovic. De Hilversumse sportvrouw van het jaar 2013 is geworden. Brigitte van der Kamp. Ja, dat noemen we dan toch wat de GHC betreft gerechtigheid. En jij bent opgelucht, hè? Nou. Wel, je bent blij. Ik hoop dat ik volgend jaar weer genomen heb. Nee, ik ben hartstikke blij. Ja, daar gaat het toch om? Wat vind je je beste prestatie? Van 2013? Ja, ik werd natuurlijk Europees kampioen met een wereldrecord. En wat ik zelf heel erg leuk vond was dat we als ploeg in de eredivisie meededen en dat ik daar in het seniorenteam mee mocht doen op polstok. En dat vond ik echt superleuk. Maar daar kom je nog voor terug, hè? Is dat een andere straks? Of was dat het Nederlands seniorenteam? Dat was het seniorenteam. En straks komen we zijn ook genomineerd met het masterteam, ja. Dat is toch een beetje ingewikkeld, hè, voor buitenstaanders soms. Het seniorenteam is gewoon het beste team van de vereniging. En het masterteam, dat zijn de oude tutjes. De sportman van het jaar. We hebben 5 nominaties. Allereerst iemand die eigenlijk wel bekend is om hier op het podium te staan. Hij is een vervent jiu-jitsu sportman, maar tegelijkertijd ook iemand die echt leeft voor zijn sport. Ik geloof dat hij het afgelopen jaar bijna de hele wereld heeft rondgereisd om aan allerlei toernooien et cetera deel te nemen. Ruben Asman. Oké. Okay. Dan gaan we door. Hij doet de 20-kamp. Misschien heeft u daar nog nooit van gehoord. Maar de 20-kamp is niet de 10-kamp bij de atletiek. Maar dan komen er nog eens 10 onderdelen bij. Wim Trails. Dan gaan we door. We hadden toen net al iemand op het podium staan. Misschien wordt dit toch nog wel een hele populaire sport. Die handboogschoten deed. We hebben er weer een. Adriaan Loef. Oké, dan gaan we door naar de 4e genomineerde. Dat is iemand die fanatiek mountainbike doet. Eerste in het algemeen klassement topcompetitie. Tweede op de Nederlandse kampioenschappen. Hij is zelf niet aanwezig, maar hij wordt vervangen door iemand anders. Misha de Vries. Dan gaan we door naar de laatste genomineerde, Davy Klaassen. Kijk, zou jij wat hierin zit even aan Davy willen geven? En misschien over zijn hoofd doen als je dat durft. Durf je dat of niet? Er gaat niks geks gebeuren hoor, blijf gewoon staan. Heb je veel contact met Davy? Ja. Oké, nou dan moet het geen probleem zijn. Doe maar. Dit is het shirt en Davy laat het zelf zien. Waarmee we hopen dat hij in Brazilië zal staan. Klaassen, in oranje. Hilversumse sportman 2013 is geworden Davy Klaassen.
ja, je weet niet wat je moet verwachten. Er zijn ook sporters uit andere sporten die in hun sport ook wereldtop zijn. En ja, dan weet je niet of je gaat winnen. Maar ik denk dat het wat jou betreft deze week niet meer stuk kan, hè? Nee, het is een fantastische week. En debuut gemaakt gisteren en vandaag dit. Dus ja, het is perfect. Ik vind het ook heel leuk dat Hilversum trots is op jou. Voel jij dat ook zo? Ja, zeker. Vind ik ook. En je merkt het ook als je hier bent dat ze trots zijn op de sporters. En dat is wel mooi. De sportploeter van het jaar. Daarvoor zijn genomineerd. Allereerst het team bestaande uit Adriaan Loef, Renze Sjoerd en Jan van der Sluis. Die dit jaar in de discipline 3D Nederlands kampioen zijn geworden. Hand, boog, schieten. Kampioen van de tweede divisie. Het is American Football, de Hurricanes. Ik hoop dat we medailles genoeg hebben, want dit is nogal een grote ploeg. De derde ploeg die genomineerd is, is Nederlands kampioen geworden. Het is de vrouwen Masters ploeg 35 van de GHC Atletiek. En dan de laatste ploeg. Dat is een sport waar we vanavond een demonstratie van hebben gezien. Tafeltennis. Het is het team van TTV Hilversum. De Hilversumse sportploeg 2013 is geworden de Masters van de Goois Atletiek Club. Jullie hadden dit een beetje verwacht? Nee, helemaal niet eigenlijk. Ja, ik zei, we hadden ook net zo van, ja, waarom eigenlijk niet? Ja, dat weet ik ook niet. Maar... Het is een bijzondere prestatie. Het is toch hartstikke leuk. Het is toch een stuk erkenning. En wat ook mooi is, kijk, dit is dan de oudere ploeg, hè? Dus de 35 plus, zijn vaak de jongeren. Hè? Waarvan dan die ook al geheel, hè? In het nieuws, in de sportverslaglegging. Het zijn altijd die top, zeg maar. Maar de 35-plus atleten, ja, soms is het net zo bijzonder of misschien wel meer bijzonder. Dus dat is toch leuk als je hier even staat. Kennelijk wel, want je hebt niet voor niks die prijs gekregen. Voor de oude tutjes, zoals jij dat noemt. Precies, ja. Voelen jullie dat zelf ook aan? Nee. Jongens en meisjes, dames en heren. Terwijl de foto wordt gemaakt, gaan we dit prachtige gala afsluiten. Het is weer een enorme leuke avond geweest. Met dank aan jullie allemaal. Dit jaar kwam de lente in Hilversum wel erg vroeg. Na een warmterecord in het weekend hebben we de smaak te pakken. Ook maandag 10 maart werden de terrasjes goed bezocht en maakten ijssalons een goede seizoenstart. Ook de rest van de week lijkt het goede weer aan te houden. Dus geniet nog even van de zon en neem een lekker ijsje. Het gaat vaak maar net goed bij de kruising Bosdrift-Gijsbrecht. Maar niet altijd, zoals vorig jaar toen er een leerling van de Bavingschool werd aangereden. Dit zorgde voor veel commotie. Nou, het zijn twee dingen. Ten eerste, als men van de Dubendaalse Laan komt, dat is die kant op, rijdt men dus naar het centrum toe, veel en veel en veel te hard. Want men moet dus gewoon, de Gijsbrecht moet dus voorrang verlenen. Ten tweede, de fietsers, als die hier de hoek om gaan, weigeren hun hand uit te steken. Dus zowel naar links of rechtdoor. Dus de automobilist wordt dus in twijfel gebracht. Zodoende. En als dat dus niet gebeurt en ze steken hun hand niet uit en ze steken gewoon de straat over, ze hebben wel voorrang, maar dan komt er vaak ellende van. Ik zie het regelmatig gebeuren en ik hoor ook vaak de klap wel.
Maar ja, op laatste raak je er zo aan gewend, dan ga je vaak niet eens meer kijken. Want ook daar zo, daar staan haaientanden op de weg. Maar de fietsers zijn dus gewoon door, terwijl ze moeten stoppen. Maar ja, dat gebeurt dus niet, dus de fietsers rijden gewoon rechtdoor. Met als gevolg, als er een auto aankomt die echt op zijn strepen staat, ja, dan heb je natuurlijk een ongeluk. Er is maar één oplossing mogelijk en dat zijn stoplichten. Dat is heel simpel. Maar mensen zijn er al eens mee bezig geweest te zijn, maar ja, de gemeente wil er niet aan, dus ja, waarom weet ik niet. Herkent u iemand van deze 12 personen? Ja, zeker. Op het eerste gezicht herken ik Leonie Sazias, waarvan ik denk dat ze van GroenLinks is. Maar dan ben ik even kwijt. Oh, die jongen die vroeger bij de krant werkte. Die daar, die rechtse. Ja, en dan herken ik de burgemeester. Hè, Pieter Broertjes. Lijkt me, ik vind het een hele goeie wat ik tot nu toe heb meegemaakt. Dus het is heel prettig. En moet ik ook wel zeggen hoor, ik heb nu een tijd onder hem gewoond. Dus anders wordt hij vast lastig. Alle partijen zeggen dingen die ze niet doen. En doen dingen die ze niet zeggen. Ik ken hem. Ik weet niet waar die van is. Het is altijd rozengeur en maneschijn met de verkiezingen. En ik vind wel dat je moet stemmen. Wat is dan met mijn lijst trekken van D66? Wie is dat dan? Dat is een hele rare foto van hem dan blijkbaar. Ik haal hem er niet uit. En weet u ook wie de lijsttrekker van GroenLinks is? Ik schat deze meneer in. Nee? Jammer. Nee, dat is ChristenUnie. Oh, oké. Okay. Oh ja, natuurlijk. En van wie is hij dan de lijsttrekker? VVD. Oh, toch van de VVD. Dat is Leonie Sascha, geloof ik. Ja, dat klopt. Dat is ook de enige die ik ken, hoor. Kunt u voor mij misschien hier de lijsttrekker van D66 aanwijzen? Nee, absoluut niet. Oké, en zij? Wat denkt u? PvdA? Leefbaar Hilversum. Oh, zij is van Leefbaar. En dacht dat zij van Leefbaar Hilversum was. Waar is Hart voor Hilversum. Dat is Hart voor Hilversum. Oh god, ligt ook allemaal zo dicht bij elkaar. Weet u wie de burgemeester is? Weet ik ook niet. Kent u iemand van deze mensen? Nee. Nou. Wil zou ik niet kennen, denk ik. Kunt u mij misschien vertellen wie de burgemeester is? Van deze foto's. Nou, die is weg, hè? Burgemeester hangt er ook tussen, kunt u die aanwijzen? Nou ja, die heb ik gezien, burgemeester. Dat is een jonge man. Even kijken, dat is haar, denk ik, of niet? Niet? Nou, dan weet ik het niet. Kunt u voor mij misschien de lijsttrekker van Leefbaar Hilversum aanwijzen? Nee. Wie denkt u? Leefbaar Hilversum? Ja. Even kijken, Leefbaar Hilversum. Meen je dat nou? Ja. Au van Hilversum. Is dat niet meneer Roos? Ja. Ja. Gaat u stemmen 19 maart? Nou, ik was het wel van plan, maar ik denk dat ik er nog een keer over na moet denken. Donderdag 13 maart interviewden we een vrijwilliger van de boekenmarkt in het Tergooi ziekenhuis. We vroegen haar hoe de jaarlijkse boekenmarkt is ontstaan en hoe ze aan de boeken komen. Ik denk dat de boekenmarkt ongeveer 20 jaar geleden is ontstaan. Toen was er een omroep die had heel veel boeken en die schonk ze aan de UVV. Die bestond toen nog. En de UVV die wist niet wat hij met de boeken aan moest, want het waren heel veel medische boeken, technische boeken. En toen vroegen ze of ze die mochten verkopen. Dat begon met een heel klein steentje in de hal. En dat was zo'n succes dat ze dachten, hé, dit is leuk. Dat gaan we groter maken. Toen zijn ze boeken gaan verzamelen die ze kregen van mensen die hun boekenkast opruimden. Dat werd groter en groter en groter. Ieder jaar weer verbazen we ons erover hoeveel boeken er hier naartoe gebracht worden. Vaak dezelfde mensen die hier 's ochtends vroeg al staan te trappelen op onze eerste dag. Er zijn ook veel verpleegkundigen en trouwens van alle afdelingen mensen die graag lezen en zich altijd ieder jaar weer verheugen op de boekenmarkt. Hoe komt u erbij om deze boekenmarkt te bezoeken?
We waren al in het ziekenhuis en zagen we het aanplakbiljetten van Boekenmarkt in de Wesselzaal. Nou, laten we even kijken. En binnengekomen verbaast ons om hoe groot hoeveel boeken die hier te koop aangeboden worden. De opbrengst van de Boekenmarkt gaat naar de patiëntenbibliotheek. Daar kopen wij nieuwe boeken voor. Die boeken kosten 60 tot 80 euro per stuk. Wij van de patiëntenbibliotheek zijn met 12 meisjes die allemaal hart voor boeken hebben. Lopen één keer in de week met twee karren, met z'n tweeën, dus vier vrouwen, lopen dan door het ziekenhuis en vragen in elke zaal, op elke afdeling, of iemand gratis boeken wil lezen. Straks om 5 uur, dan komt Jong Beatrix, dat is een drumband, en die nemen alle boeken mee die wij hier over hebben. Zij houden hun eigen boekenmarkt, ergens in mei, dacht ik, en daarna gaat het weer naar een andere vereniging. Maar het blijft wel in de roulatie. En Jong Beatrix koopt daar nieuwe instrumenten voor en nieuwe uniformen. Donderdag 13 maart om ongeveer 1:15 is tijdens het opstijgen een helikopter gecrashed. De politie verklaarde dat van de 3 gewonden er 1 ernstig gewond is. De oorzaak wordt nog onderzocht. Een ooggetuige. Ja, wij zaten daar op het bankje, zaten wij dus daar te lunchen. En het was 1:15, denk ik. En toen zaten mijn vrouw en ik zaten gewoon zo te kijken. En toen zagen we die vliegtuigen daar gaan. En op een gegeven moment zien we een helikopter aankomen. En die gaat zo achter die dingen vandaan. En die gaat zo, heel langzaam gaat die zo naar beneden. En op een gegeven moment zien wij hem 2 keer een koprol maken. En hele grote stofwolken. En voor de rest, ja, gebeurde er, kunnen wij eigenlijk niks meer zien. Dus het was gewoon een crash wat er gebeurd is. Maandag opende koningin Maxima de Week van het Geld in Beeld en Geluid. Nu vrijdag 14 maart sluiten we de Week van het Geld alweer af bij de Van Hasselt School. Eens kijken wat de kinderen na alle activiteiten nou precies geleerd hebben over omgaan met geld. Ik heb geleerd om te sparen, te besparen, rente van de bank. We hebben een quiz gegeven, dus middels een spelvorm. En daar proberen we de kinderen bewuster te maken om omgaan met geld. Zodat ze zich bewuster worden van met name het sparen en het lenen gedeelte. Eerst kregen we allemaal dingen te horen over geld en alles. En daarna gingen we een soort spel doen met allemaal vragen en quiz. Ik heb geleerd dat je beter kan sparen voor dingen die je graag wilt, dan gelijk alles uitgeven wat je als eerst ziet. Ik heb ook geleerd hoe je geld kan verdienen. Hoe dan? Nou, door klusjes te doen. Ben je bewust hoeveel geld je hebt en hoe je geld binnenkrijgt, hè? Door middel bijvoorbeeld van zakgeld of door klusjes te doen. Maar we leren ze bijvoorbeeld ook om te kijken van, ja, hoe geef je geld uit. Je ziet een bal en die wil je heel graag hebben, maar je ziet ook een PlayStation en die wil je ook heel graag hebben. En van een PlayStation heb je langer lol dan van een bal. En je koopt ineens een zak snoep, dan ben je weer geld kwijt. En dan, je moet het gewoon op de bank zetten of in je spaarpot doen. Stel, ik geef jou nou 100 euro. Wat zou je daarmee gaan doen? Ik zou het in een van de 3 spaarpotten doen die ik heb. Waarschijnlijk doe ik dit met spaarpot. Ik zou het op de bank zetten, want op de bank krijg je rente en dan kan je meer dingen ervan kopen. Deze maand ga ik met vrienden naar een hele grote speelgoedwinkel, dus dan ga ik versparen. Een voorbeeld is als je iets wil kopen, waar ga je dan kijken? Ga je in winkels kijken of ga je op internet kijken, ga je vergelijken? Maar ook een onderwerp als reclame en waarom maken bedrijven reclame en wat doe je daar dan mee? Dus het is echt een beetje het bewust worden van hoe ga je om met geld. Bij DNS Heel Krijlo ga ik naar het kattenhuis. Ik ga via de deur naar binnen, maar deze poes neemt een andere route. Ik heb goed nieuws over Aglaya, het dier van de week van eind januari. Aglaya, die 14-jarige blinde poes, is geplaatst. En dan nu het dier van deze week. Het is sinaasappel. Ja, sinaasappel. Sinaasappel is een Europese korthaar. Ze is circa 17 jaar, staat op dieet, intestinaal in verband met haar darmen. En we zoeken een rustig huisje. Deze wat oudere poes ligt nu een beetje lui te wezen. Ze kan goed omgaan met vreemde en rustige kinderen. Niet met andere dieren.
Sinaasappel heeft een darmprobleempje en gebruikt intestinal als dieetvoeding. En wilt u sinaasappel knuffelen? Dan kan dat. Want dat vindt ze wel lekker. Heeft u een rustig huishouden? Dan is sinaasappel uw poes. En haal haar op bij Dierenasiel Krijlo.